dames en heren, allemaal hartelijk welkom bij deze herdenking van de bevrijding van Boksel. Een bijzonder woord van welkom aan Gabriel Sauer. Heel ver weg, enorm blij dat u toch gelegenheid heeft gevonden om hierbij aanwezig te zijn. Welkom. Mag ik u uitnodigen tot deelname aan 1 minuut stilte. Dames en heren, allereerst van harte welkom, zeg ik u namens het gemeentebestuur. Welkom in de Campina bij het verzetsmonument dat is opgericht uit respect en waardering en als groot eerbetoon aan hen die in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 met groot gevaar voor eigen leven en dat van hun dierbaren veel verzetswerk hebben verricht. Zij deden dat niet voor zichzelf. Zij deden dat om samen met vele anderen de vrijheid weer terug te krijgen waarin ieder zo naar verlangde. Onze verzetsmensen organiseerden op een fantastische manier dat de 106 airborns die tijdens de operatie Marketgade verspreid in de omgeving van Boksel terecht waren gekomen, een schuilplaats vonden in de Campina en zij zorgden ervoor dat tijdens hun verblijf van 6 weken in de Campina in hun levensonderhoud werd voorzien. Als dan op 25 oktober 1944 diezelfde airborns er mede voor zorgden dat Boksel bevrijd wordt, mogen onze verzetsmensen die bevrijding ook zeker op hun naam schrijven. Elk jaar staan we dan ook hier en denken we weer graag terug aan al die mensen die onze bevrijding mogelijk maakten. Geallieerde militairen, Nederlandse militairen en verzetsmensen. Maar we denken vandaag ook aan al diegenen die het leven lieten in die tijd en aan hun nabestaanden die met dat verlies verder moesten. Wij staan hier ook omdat we hen allen niet kunnen en niet willen vergeten. Zij allen hebben ervoor gezorgd dat wij weer in vrede en vrijheid verder konden met ons leven. Vandaag is er iemand in ons midden die al bijna 70 jaar niet meer bij ons geweest is, maar die toen ook in het verzet een belangrijke rol vervulde samen met al die anderen. Bijna 70 jaar weg uit Boksel en daarom wens ik speciaal Gabriel Sauer van harte welkom namens onze gehele Bokselse gemeenschap
en we zijn zeer vereerd dat u in ons midden bent. Als verzetstrijders hebt u er mee voor gezorgd dat Boksel bevrijd kon worden. Wat is het om je eigen leven en dat van je dierbaren in de waagschaal te stellen? Wat is het om als verzetsmens tegenover een regime te staan dat alle middelen inzet om ons de vrijheid te ontnemen? Wat is het om als verzetsmens iedere dag, ieder uur grote risico's te lopen in het belang van anderen? Het constant iedere minuut op je hoede te moeten zijn voor je tegenstander. Het zijn vragen waarop ik en wij als huidige gemeenschap geen pasklaar antwoord hebben. We spreken nu ook weer van een crisistijd. Wat betekent dat nu? Minder geld, minder luxe, wellicht een vakantie minder. Wat betekende de crisis 70 jaar geleden? Oorlog, onderdrukking, dagelijks gevaar, leven of sterven, proberen te overleven. Daarom staan we hier elk jaar omdat we niet willen vergeten, niet mogen vergeten en niet zullen vergeten dat er een tijd is geweest in Nederland van 10 mei 1940 tot 5 mei 1945 dat alle vrijheden en luxe, de vrede en welvaart niet vanzelfsprekend waren. Dat daarvoor gestreden moest worden. Door gewone mensen, zoals u en ik, gewone mensen, zoals Gabriel Sauer en alle anderen uit het verzet aan de geallieerde legers. Gewone mensen die toen de echte vragen beantwoord moesten worden, opstonden en het antwoord gaven. Daardoor kent ons land vrede, welvaart en vooral vrijheid. Niet omdat het vanzelfsprekend is, maar omdat er mensen waren die opstonden om dat ook te bevechten. Zoals gezegd was Gabriel Sauer een van die grote verzetsmensen. Na 1945 zijn we hem een tijd lang uit het beeld verloren. Maar we zijn hem zeker niet vergeten. Nu we in de gelegenheid zijn om hier, op deze plek, onze dank en waardering uit te spreken, willen wij dat ook heel graag doen. Gabriel, de vragen die ik zojuist naar voren bracht, werden door jou eenvoudig beantwoord. Mensen, ik sta er. Ik ben er. Op mij kunt u rekenen. Ik strijd met jullie mee voor de vrijheid. Of was jouw antwoord in het Brabant Centrum van deze week nog duidelijker? En ik citeer. En nee, ik was destijds geen avonturier. En al helemaal geen held. Ik wilde alleen maar meehelpen om een einde te maken aan die verrekte bezetting. Door je vertrek na 1945 ben je geen deelgenoot geweest van de dankbetuigingen en de onderscheidingstekenen aan de andere verzetsmensen. Wij kunnen dat als gemeentebestuur niet helemaal rechtzetten. Wij willen als gemeentebestuur, als Bokselse gemeenschap, toch dank, waardering en respect uitspreken aan jou persoonlijk. Wij willen dat het niet alleen bij woorden laten, maar jou als blijk van al dat goede wat jij voor de Bokselse mensen gedaan hebt, zeggen dat jij voor alle Bokselse inwoners een kei van een Bokselaar bent. En dat onderstrepen en bevestigen we door jou die onderscheiding dadelijk ook te gaan uitreiken. Je bent een kei van een Bokselaar en je krijgt hem dan ook met alle respect en waardering van alle Bokselse mensen. Wij gaan dadelijk ook hier de krans leggen bij het verzetsmonument. Het is voor het Bokselse gemeentebestuur een grote eer om dat samen met jou te mogen doen. En voor de toekomst wensen we jou en al uw dierbaren alle goeds toe. Gabriel Sauer voor this unyielding effort during the Second World War Boksel, the Netherlands. Okay. Heel veel dank, alles wat je van Boksel gedaan. Oké, okay, my pleasure. My pleasure. Either way. Enorm trots op jou. Dank u. Deze wil ik jou graag overhandigen. Met het doosje erbij. Ja. Yeah. Weet je of ik... Deze is voor mevrouw Sauer. Dit is de vraag. Hier, zien. Dan mag ik u deze overhandigen. Thank you. Beste kistjes. Oké. Okay. Thank you. Beautiful. Oh, thank you, thank you. Samen even nog aan Jan, onze vrienden van die tijd denken. Ja. Goed even. Dat is een
dat ik hier in de omgeving was. Oké, het werk deed wat ik kon doen. En of course, wat ik voelde dat ik moest doen. Ik wist wel de gevaren, maar iemand had het te doen. Zo, dat is de reden waarom wij allen deden het werk om de vrijheid weer te krijgen. Dank u. Mag ik dan vragen aan de koning van het gilde om een bloemstuk te leggen? De vrijheid kwam in het voorjaar, een gedicht van Ankie Pijpers. De vrijheid kwam in het voorjaar. De vrijheid komt in het voorjaar. Kijken, maar we vieren haar. Ze kwam kapot en in tranen. Ze had oorlog onder de leden. Je kon niet geloven. Dat komt ze te boven. Haar lauwerkrans was voor de doden. Maar ze vroeg ons haar door te geven. Ik lig in jullie handen, zei ze. Wees niet stil, zodat ik niet stil was. Denk niet dat het onmogelijk is. Denk dat het onmogelijk is, maar doe het. Neem me mee, naar waar ik niet ben. Neem me mee, zegt ze. Laat me leven. Vendelier, presenteer je vendel. Neig je vendel en zwaai je vendel voor God, koningin en vaderland. Vandaag speciaal voor de gevallenen en zij die hun leven riskeerden voor onze vrijheid. Tamboers, roer de trom. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze herdenking van de bevrijding van Bokstel. Ik wil een woord van dank uitspreken aan de mensen van Schouting Bokstel, het Gilde Sint-Barbara Sint-Joris, de leden van de Gildebondsharmonie. Dankjewel voor jullie deelname. We hebben nog twee levende verzetstrijders in ons midden. En een vraag van de pers is of u de gelegenheid wilt nemen om zo meteen even te worden gefotografeerd. Door van oh, oké, Jan van Houten. Ja, jullie mijn naam. Dat is hier. Ja. Nee. Dank u wel. Hij er komt.